You know, this is just sitting on my parents' house when I was 6 years old. That was him. He was Uncle Ben. De Amerikaan Steven Roosevelt schreef een boek over zijn Uncle Ben. Al jaren doet hij onderzoek naar zijn Nederlandse familie. Interviews, foto's en belangrijke documenten overhandigde hij vandaag aan Kamp Vught. We will digitize it and then we will send them back. Er komt altijd uit onderzoek iets naar boven waarvan je nog geen beet hebt en waarmee je bepaalde dingen ook weer aan elkaar kunt knopen. De Joodse bokslegende Ben Bril werd 8 keer Nederlands kampioen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest hij onderduiken met zijn vrouw en kind. Ze werden verraden en kwamen in 1943 hier in Kamp Vught terecht. He had to sleep here. You know, other family next to people he didn't even know. The whole thing is just, it's almost unreal. Bril gebruikte zijn bekendheid als bokser om zijn vrouw en kind veilig te houden. Zo moest hij voor de Duitsers bokswedstrijden organiseren. The Nazis said we want you to box a real German. And this fellow was afraid of Ben. And Ben said, I will not knock you out if you get me medicine for my son, who was 6 years old. And there was no medicine here for kids. Yeah, and this is Ob's son right after the war. I can imagine after all the research you did, you got fascinated by his life. Well, his life was fascinating. But I think what's most interesting is not the boxing, but I think it's this mentality to survive and to do what is necessary. Het gezin overleefde de oorlog en Ben Bril mocht zelfs 91 jaar worden.